We hebben onze volgende gast en dat is de heer Robert Amarali. En hij is adviseur van de Kamer. In dat verband hebben we hem uitgenodigd. Meneer Amarali, goedemorgen en welkom in Mantentaki. Goedemorgen. Ja, vandaag praten we een beetje over het voorstel vanuit de Kamer met betrekking tot een alternatieve energiestructuur, dan wel tarief. Wat kunt u ons daarover vertellen? Laat me beginnen met u te bedanken voor het feit dat wij dit moment kunnen gebruiken om het een en ander toe te lichten. Vanaf we hebben vernomen dat de regering voornemens was een nieuw tarief te introduceren, hebben wij van de president tot de vicepresident tot de minister toegang gevraagd om het voorstel in te zien voordat het naar het grote publiek zou worden gepresenteerd. Dat is niet gebeurd. Wat jammer is, omdat wij samen met de Surinaamse Verbruikersraad ervaring hebben met deze materie. Elke 4 jaar herhaalt zich dit. De Kamer is vanaf 1996 elke 4 jaar bezig om te kijken hoe tarieven die worden gepresenteerd aan die bevolking op een bepaald moment in een manier kunnen worden geïmplementeerd die aanvaardbaar is voor de samenleving. We hebben dat niet gehad. We hebben eigenlijk op 9 juni hebben we de presentatie gezien en toen begrepen we dat de regering een voorstel had gepresenteerd op koers 1630. Houdt u dat vast, de koers is vandaag 21. Dat wil zeggen het werkelijk voorstel zal 30% hoger moeten liggen. En een totaal nieuw stelsel met subsidie, met vermeende subjectsubsidie, die dan objectsubsidie, subjectsubsidie, die dan uiteindelijk subjectsubsidie gaat worden. En een stelsel dat we niet kennen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken met haar verbruikersraad heeft altijd gezegd, je begint met een prijskostencalculatie. En wij horen de regering, die praat over $14. En we kunnen direct zeggen, als je daarover praat, presenteer je rekenmodel, presenteer je kostencalculatie, presenteer je jaarrekening, want wij komen niet veel verder dan $9. Nou, u ziet de uitgangspunten verschillen. Mm-hmm. Afhankelijk van die informatie ga je dan bepalen hoe je gaat billen. En in principe hebben we vanaf 2016 een energieautoriteit Suriname die in principe gehouden is om een tariefenstudie te doen en een masterplan. Je moet een energiepolicy hebben en in die policy moet je op lange termijn deze zaak uitzetten. Wat verder belangrijk is, je moet een integrale kostprijs berekenen die niet mag discrimineren tussen verbruikers. De regering heeft dan, volgens de wet, de gelegenheid verbruikers die zij wil ontzien van een verplichting, een ander tarief te laten betalen en zij zal het verschil moeten betalen. Wat niet kan, is kruissubsidie. En kruissubsidie betekent dat u voor een broodje 10 gulden betaalt en ik 30 SRD. En mij 20 SRD wordt gebruikt om uw brood te betalen. Dat is onacceptabel en dat gaat ook niet leiden tot succes. Gegeven die omstandigheid, toen die broeia was ontstaan, men introduceert een 3-fase tarief en alle mensen willen naar een 2-fase meter. Onzin. Technisch weet iedereen dat een 3-fase aansluiting de ideale aansluiting is en die goedkoper is in onderhoud, goedkoper in service en een betere balans is voor de IBS. Wat wil men doen? Men wil geld ontvangen om een IMF-programma te dekken. En we hebben geen probleem daarmee. Praat met ons. Laten wij onze expertise gebruiken en kijken ook wat zijn de stappen, want we hebben altijd gehoord, het is ons eigen programma. Laten we die stappen inzetten. En als je van 2 naar 10 moet gaan, kan je natuurlijk in 1 keer naar 10 proberen te gaan. Maar je kan ook zeggen, weet je, van 2 gaan we naar 4 en van 4 naar 6 en van 6 naar 8. En omdat je moet begrijpen, je kan geen zaak uitvoeren en zeggen, operatie geluk, patiënt overleden. En ons bedrijfsleven ligt op de intensive care. Ons volk ligt op de intensive care. Dus wees behouden. Kom niet eerst met cadeautjes uitdelen, 1000 SRD verhoging geven en daarna geef je een klap. Nee, kijk eerst of er consensus is voor jouw model. En praat met de experts in het land die dat kunnen staven.
het voorstel van de Verbruikersraad. En hier ziet u wat we hebben gedaan. We zijn op eerste moment op dinsdag om 9:00 uitgenodigd door de minister van NH. Dus eindelijk. En dat vonden we prachtig. Hij heeft daarbij verteld dat er geen overleg is geweest met de Kamer. Wel met de VSB, wel met de ASFA en wel met de SER. En we hebben hem gezegd, weet u, dat vinden we prima. Maar nu zijn we erbij en nu zijn de tarieven uit. En wat we hebben gedaan, we hebben al die tarieven uitgeplozen en gepubliceerd in de krant. En uiteindelijk een tv-programma uitgezonden om dat uit te leggen. En dat was alleen maar vanwege COVID. Ja. Normaal gesproken zou de Kamer op dit moment vol zijn met presentaties waar meer dan 1000 mensen zouden komen. Dit is een hot item. We hebben toen 's avonds weer gepraat. We hebben een lijst die we toen in 2018 hebben gestuurd naar de EAS, de Energieautoriteit Suriname, over informatie. Dus u ziet, we weten dat die tariefsverhoging komt. Vanaf 2018 vragen we de Energieautoriteit Suriname, geef ons de data, zodat we ons kunnen voorbereiden. We hebben op dinsdag de minister weer een update gegeven. We hebben een beetje data gehad gisteren, eergisteren ook. Maar we hebben nog lang niet alle data. Om een uitspraak te kunnen doen of het goed is, moeten we die data krijgen. We wachten erop. Ondertussen is de regering aan het werk gegaan. Ze heeft besloten het tarief aan te houden. En het was duidelijk. Wat ze hadden gepresenteerd, klopte van geen kanten. Op basis waarvan zegt u dat? Huh? Op basis waarvan zegt u dat? Het driefase-idee, mensen koffie alles laten betalen. Dus is eigenlijk mensen, oude mensen bellen, willen een driefase omzetten in een tweefase. Men zet een hotline in, de hele bevolking begint te bellen. Onzin. Dus die hele broeia is gecreëerd door de bedenkers van het plan zelf. En de president, de vicepresident, de minister hebben niet de background over hoe die tariefstelsels werken om te kunnen weten, het overzicht te hebben hoe het zou uitpakken. En ik ga u een anekdote vertellen van een heel groot geplaatste persoon die vroeg op een bepaald moment aan een van de experts, en wat wordt me verhoogd? En hij zegt 300. En hij zegt, oké, 300 SRD is te betalen. Waarop het antwoord was, nee, 300%. Weet u, dus getallen noemen is niet hetzelfde. Nou, wat hebben we toen gedaan? We hebben niet ons voorstel gepresenteerd. We hebben gezegd, minister, als we data hebben, gaan we binnen 4 uur u een voorstel presenteren. En dat hebben we ook gedaan. We hebben dinsdag om 7:00 s'avonds weer gepraat. En we zijn met een voorstel gekomen van 42 cent SRD per kilowatt verhoging voor alle burgers. Laat dat oud stelsel intact. Dus het is niet ons stelsel. Laat dat oud stelsel intact. En wanneer we eens zijn over een nieuw stelsel, dan voeren we dat in. Doe een stelsel dat simpel is. 42 SRD verhoging per kilowattuur voor iedereen. 42 cent bedoel je? 42 cent. Ja. Voor groot, klein, arm, rijk. En doe dat en kijk daarna wie niet uitkomt en stuur ze naar sociale zaken. Wij geloven dat dat voorstel een vreselijk acceptabel voorstel was en uitvoerbaar was. We hebben toen gisteren tabellen gehad en dan zit je natuurlijk in een discussie onder tijddruk. En dan krijg je alle soort verhalen van de experts van hoe gesubsidieerd moet worden. Wij zitten in het bedrijfsleven en we weten dat onze bedrijven aan de intensive care zijn. We weten dat onze samenleving aan de intensive care zit. En we weten dat de regering in de intensive care zit. Dus we moeten samen overleven. Maar het heeft geen zin dat de regering zijn zin kreeg en dat tegelijkertijd wij dan een situatie kregen dat bedrijven op de veiling gaan. Ja. Maar zou die 42 cent niet zeg maar voor problemen zorgen binnen die samenleving? Nou, laat mij die volgende slide. Laat de volgende slide zien. Slide. Nummer 10. Deze. Ja. Nou, hier simpel uitgelegd. Ja. Want we produceren tabellen en we komen erachter dat die tabellen te moeilijk zijn voor de gemiddelde burger. Hier is het duidelijk. Gebruikt u 50 kilowattuur, wordt u verhoogd in 21 SRD. Gebruikt u 100, wordt u verhoogd in 42. Kijkt u daar. Ja. Simpel, transparant. Niemand hoeft in tv-programma te gaan. Geen enkel directeur nodig. Die man neemt de rekening, hij kijkt ernaar en hij zegt, dit is mijn verhoging. En dit zijn nog steeds geen kleine bedragen. Ja. 21 SRD lijkt veel, maar de perceptie van een man die nu
eigenlijk al 20 gulden betaald. Dat is 100% verhoging. Ja. Again, dit is wat we hebben. Dit is in simpele woorden uitgelegd wat we hebben gepresenteerd aan de regering. En we zeggen, laat je oud stelsel zo. We zeggen niet, dat oud stelsel vinden we leuk. We zeggen maar, als we een nieuw stelsel introduceren, laten we aan de tekentafel gaan. Ja. Nou, wat men toen heeft gedaan, als we naar die vorige slide kijken. Kunnen we naar de vorige slide, alstublieft? De vorige slide laten we zien in het bruin. Mm-hmm. Ziet u daar zo. Tweede voorstel regering, de nieuwe rekening. Mm-hmm. De rekening naar subsidie. De oude rekening. En hier laten we zien, drie fase voorstel. En u ziet, de nieuwe rekening in het groen. Dat is het voorstel KKF en de Verbruikersraad. Ja. En zoals u daar ziet, ziet u consequent één bedrag. En u ziet het verschil van het voorstel van de kolom met verschil tussen het werkelijk voorstel van de regering zonder subsidie en het voorstel na subsidie. En de twee vragen die belangrijk zijn. Wij hebben ons voorstel gebaseerd op een koers van 21 met een barrelprijs van $70 per barrel. Mm-hmm. En we hebben gezegd, als hij float, gaat hij omhoog. Als hij naar beneden gaat, gaat hij omlaag. Ja. Dus die 42 SRD cent is een prijs die naar 40 cent kan gaan, kan naar 46 gaan, maar de koers is op 21, als de koers naar 17 gaat, gaat die toeslag ook omlaag. Dat hebben we geïntroduceerd. Men doet elke keer argumenten. We hebben gistermorgen weer gepraat met de minister en het was een goed gesprek, maar tegelijkertijd zie je dat ze adviseurs het voorstel van ons nog niet eens hadden gelezen. En het enige wat men wil is laten we dat eens snel afmaken. Again, zeg ons en vertel ons het hele traject. Wanneer komt de volgende verhoging? Hoe lang blijft die subsidies daar blijven? Hoe lang blijft dat? Want je hoort dan getallen, 150%, eerst dan 50%, dan 50%. Percentages zijn loose dingen als je de basis in het programma niet goed hebt. En wat we doen, wij gaan door de regering te overtuigen dat wat ze doet in belang. En het maakt niet uit of ze hun eigen voorstel aanpassen. Voor ons gaat het om de rekening. Ja. Dus we hebben geen probleem. De regering heeft een probleem. Ze hebben een stukje prestige misschien te halen. We hebben geen last. Wij rekenen door. En daarom zeggen we ook, we praten niet emotioneel. We hebben het voorstel dat we gisteren hebben ontvangen bij de minister, hebben we in onze tabellen gegooid. En we vergelijken ze. Dus iemand van 25 SRD, als u naar die kolom kijkt, in het zwart, de middenkolom, oude rekening. Dus iemand die 200 kilowattuur op dit moment 55 SRD betaalt, gaat in het voorstel van de regering 520 betalen. En in het voorstel van KKF is dat 171 gulden. Ja. Nou, simpeler kan niet. En we zeggen, regering, dan hoef je niet met een vervelend ding te komen van subsidie. Dit is het. Het voorstel van KKF heeft natuurlijk subsidie in het oudstelsel zitten. Subsidie. We rekenen dat uit en we vertellen dat die burger die subsidie kreeg. Maar de burger is geïnteresseerd, wat gaat hij finaal betalen? En we onderhandelen niet. We doen voorstellen en het is de bevoegdheid van de president met zijn regering om te besluiten wat ze doorvoeren. Wij weten dat als ze een voorstel uitvoeren dat niet gedragen is op een lange termijn denken en dat we zeggen, hoe moeten onze bedrijven internationaal gaan concurreren? Dat we gaan crashen. En het andere ding is, het doorberekenen naar het bedrijfsleven in een hoger tarief, resultaat alleen met afwentelen van het tarief op de consument. Precies. Dus per slot van rekening houden we die bevolking af voor de gek, want we zeggen, hey, we houden van je. En je geeft die verhoging aan de winkelier en die heeft maar één route. Dus ik denk dat ik het hiermee heb uitgelegd op een simpelere manier. En wij zijn in gesprek met de regering en we zijn er helemaal van overtuigd dat we tot een goed einde brengen. Wanneer gaat u weer aan tafel met... Wij zijn eenmaal 24 uur ter beschikking. We werken uit, we nemen onze tijd. We zeggen niet zomaar ja of nee. We hebben alleen gezegd, bedrijfsleven op dit moment tot 94 SRD cent per kilowattuur. Punt. Zonder dingen van meer dan dat en meer. Je brengt mensen in de war. Je frustreert de zaak.
En wanneer plotseling mensen van de IBS uitleggen, ja, een bedrijf kan niet meer dan zo. Dat is niet het punt. Concept, stimuleer je bedrijfsleven. Zorg dat je bevolking overleeft. En uiteindelijk als er een verhoging komt, onterecht of wel terecht, uiteindelijk komen die werknemers van die bedrijven ook weer bij hun bedrijf om daar het verschil van die verhoging te komen halen. De regering geeft op front aan haar ambtenaren 1000 SRD. En ze waren niet blij. Ondertussen komt er een energievoorstel. Dus wat moet je doen? Voordat je een presentatie geeft van compensatie, zorg dat je eerst weet dat je een consensus hebt met de stakeholder. En als je van mening bent dat je zelf je kansen neemt, dan zijn dit de gevolgen. Maar again, wij zijn ervan overtuigd dat evenals alle vorige presidenten op een bepaald moment de zaak wel goed komt. Ja. Oké, nog een laatste vraag, heer Amarali. Want u gaf aan dat de overheid, althans de gesprekspartner, niet alle data ter beschikking heeft gegeven, zodat uw organisatie verder zaken beter konden uitwerken. Maar er is een vraag die bij de samenleving leeft en ik hoop dat u antwoord hierop kan geven. Wat kost het voor het opwekken en leveren van 1 kilowattuur tot aan de meter van een klant? Volgens de deskundige kost het $14. Volgens ons, op basis van de manier hoe wij weten dat IBS denkt, zullen we echter rond de $9 moeten zijn. En als die 14 cent en die 9 cent waarschijnlijk niet alle twee de waarheid zijn, dan zal het ergens in het midden zijn. Mm-hmm. Maar om het door te kunnen voeren, laat me een jaarrekening zien van IBS. Laat me de berekeningen zien. Als u zo overtuigd bent dat het 14 cent moet zijn, laat het zien. Geef inzage. Ja, een beetje transparantie. En het gaat niet om transparantie. De IBS is gehouden haar jaarrekening te publiceren. Er zijn grote straffen in de nieuwe wet. Ze houden ze niet eraan. Dus, again, hou je aan de wet. Zorg dat je die informatie geeft en share. En deal met je samenleving op elk niveau. En discrimineer niet in een tariefstelsel. Ja. Tot slot, heer Amarali. Dat de prijzen moeten worden aangepast bij onze nutsbedrijven, in dit geval de IBS. Geeft de minister aan dat er wel sprake daarvan is. Want als we moeten vergelijken wat er gebeurt op het energiefront in het Caribisch gebied, dan is Suriname, is het in Suriname zeg maar, dat we het laagst betalen voor zeg maar, energie. Hoe kijkt zeg maar, u dat als is niet waar. De industrie van Trinidad betaalt onder de $2. Dus even. En we moeten niet kijken naar de mensen die het hoogst betalen. Als wij moeten diversificeren, als wij moeten concurreren, moeten we ons vergelijken met de beste voetballer. Dus we gaan ons niet vergelijken met een team. Laat me geen gekke dingen zeggen. We moeten ons vergelijken met world class. Tegen welke bedrijven moeten we concurreren? Tegen Sint Lucia? Niet toch? We moeten concurreren tegen de US. Tegen Trinidadiaanse bedrijven moeten concurreren tegen de Chinese bedrijven. En laat me u garanderen, het eerste waarover een multinational kan praten wanneer hij in je land komt, is hij deelt over energietarief. Dus het bedrijfsleven moet richting $1 zelf gaan als wij willen dat ze gaat stimuleren voor export, als ze moet concurreren. Again, gemiddelde cijfers laten zien van de wereld is leuk. Maar je moet een policy ontwikkelen. En de manier hoe je dat wilt doen, daar hebben we in een schema ook aan de regering gegeven met een timeline tot 1 januari 2024 op welk moment wat kan. Energiepolitiek voor bedrijfsleven vaststellen. De criteria van hoe dat. Treed in overleg. Hou je aan de wet. Hou je aan de regels. En kom niet, die bevolking is eerlijk, is luisterd en je vertelt een verhaal, $4 cent, $3 cent. Ze laten het over hen heen gaan. Wat je moet doen, als u wil gaan voetballen internationaal, moet u zich niet vergelijken dat je de beste bent in Suriname. You have to be the best of the best. En dan ga je internationaal kunnen concurreren. En zet geen stenen in de zakken van het bedrijfsleven als je wil dat ze een wedstrijd moet gaan rennen met een hardloopwedstrijd. Ga niet dat
doe dat niet. Oké, okay, dan hebben we dat gehoord, heer Amarali. En de boodschap is duidelijk. Als je wil gaan competen, vergelijk je zelfs niet met de toppers in Suriname. Maar kijk uit naar de internationale toppers. En you have to be the best of the best om de woorden van de heer Amarali te gebruiken. En dan zullen we deze aflevering besluiten. Maar voordat we dat doen, meneer Amarali, hartstikke bedankt voor uw komst. En we blijven de ontwikkelingen volgen. En zo wij wat informatie nodig hebben, zullen we niet schromen om contact met u te maken. Dank u wel.